Vinken en Van Tricht hebben een missie. Ze willen aantonen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze kaasmakers in België en Frankrijk. Vandaag proeven Vinken en Van Tricht het nieuwe bier Palmhopper met hervekaas. Ja, Michel, het is een prachtig kasteel, hè? Kasteel Diepenstein. Dat is heel top. Ze hebben dat gebouwd, of herbouwd, in 1992, geloof ik, met het 250-jarig bestaan van brouwerij Palm. Voilà, daar is de grote chef. Wat is het? Oh, Michel. Ja. En in uw natuurlijk een biotoop. Ja, ja, dat is onze kweker van de jaren. Fantastisch, hè? Maar wij zijn voor kaas en bier gekomen, Palmhopper. En Michel? Met een Belgische kaas, een artisanale hervekaas. Ook een echt streekproduct. Raskaas uit België. Voilà. Past perfect bij rasbier uit België. Voilà. Ik heb gehoord dat de Palmhopper gemaakt wordt met plaatselijke hop hier. Ja, we hebben een hopveld aangelegd. We moeten terug naar de grondstoffen. Hè. Terug met onze voeten in de aarde gaan staan. Maar stel voor dat we daar onze tasting gaan doen. Hè. Ja, maar zullen we dat in het hopveld doen? We kunnen dan de blaadjes rond ons oren hangen. Oké, let's go. Is er de weer voor, hè? Dag Bert. Dag Michel. Dag Michel. Alles goed? Ja, prima, prima. Ja, ja. Zoals het weer. Maar dat is toch fantastisch dat een brouwerij haar eigen hopveld heeft. Hè? Dat is eigenlijk iets fantastisch, inderdaad. Want het was bijna uitgestorven, laat me zo maar zeggen. En brouwerij Palm heeft gezegd, ja, wij gaan er terug voor een eigen hopveld. Om later ook een eigen hopbier te brouwen. En welke soort hop verbouwen jullie hier? Ja, dat is de hopvariëteit Hallertau Mittelfrüh. Ja. En dat is een zeer goede hopsoort eigenlijk. Het geeft toch wel een bepaalde bitterheid aan het bier. En hop is ook een vrouwelijke plant, hè? En zelfs nog familie van de hennep. Dat klopt, inderdaad. Hop is een vrouwelijke plant en we hebben inderdaad de mannen hierbij niet nodig. Dus ons bier wordt eigenlijk gebrouwen door vrouwen, een stukje door de vrouwen. Ja. Uiteindelijk wisten we hier allemaal tussen vrouwelijke planten. Zou we ons niet vervoegen naar een mannelijk gezelschap? Ja, ik geloof dat Jan Toijen ons aan het opwachten is. Voilà. Om eentje te gaan proeven. Dat interesseert mij. Dag. Ja, eindelijk zitten we hier in het Palmhoppenveld om de nieuwe Palmhopper te proeven. Zo, heel mooi schuim, hè. Dat mooie zie kleur, je zo. En een mooie kleur. Alsjeblieft, Jan. Ja, dank je. Het palm-DNA is duidelijk aanwezig, maar hier zit iets wat ik noem fijnherbiges in de smaak. Heel fijn gehopt, dus lichtjes drogen, opdrogend in de keel. En Michel, welke kaas heb jij meegebracht? Ik heb iets zeer traditioneel meegebracht. Een hervekaas. Uiteraard de kaas die gemaakt wordt in Plateau de Herve. Het is de enige hervekaas, Ben, die nog gemaakt is met rauwe melk. Voilà, Jan. De herve, bio, de korst mag u mee opeten. Mee opeten. Extra karakter. Een mooie gele kleur ook, hè? Alsjeblieft. It's the best of both worlds. It's both creamy and hoppy. Maar ook wel een karakterkaas, hè? Contrasteert, hoe zou ik zeggen, met de fijne bitterheid en het florale, ook fruitige van de palmgisten. En ja, Jan, dit valt natuurlijk ook in mijn smaak, want ik ben een fan van hoppige bieren. Maar wat mij vooral plezier doet, is dat het eigenlijk twee echte klassiekers zijn. Echt twee mooie producten die goed bij elkaar passen. Alle twee oer-Belgisch. Het is een van de mooiste momenten uit het leven van een biersommelier. De zon, de hopvelden. Een hoppig bier, hè, met karakter en fijne tonen. Een kaas met... Ja, ongelooflijke smeuïgheid, maar ook veel karakter. En toch zijn ze alle twee, gaan ze op in een lichtvoetig geheel. Waar Brabant trots op is. Toch altijd. Ja. Cheers. Volgende week reizen Vinken en Van Tricht naar Normandië, waar ze kasteel triple combineren met Pont-l'Évêque.